Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Ja, Mieter, hoe lekker voelen ze na verwinning? Ja, heerlijk. Was ook weer een finale, zoals vorige week. En volgende week is de grote finale. Hoe was het zo weer in de kleedkamer net? Ja, een beetje opluchting, maar we wisten in de rust ook wel, dit gaan we niet weggeven met z'n allen. Ik vond dat we collectief echt goed stonden. Het was echt een team op het veld vandaag en ik heb genoten. Ik zie ook die wilskracht nu, hè? De afgelopen weken ook hoor. Maar je ziet echt, jullie willen het echt voor gaan. Ja, precies. Als je wedstrijden gaat winnen, heb je ook het gevoel van... wij zijn gewoon beter en wij kunnen ook voetballen. En ik zag ook vandaag duels die we dan pakten en voor elkaar door het vuur gingen. Dat zegt wel wat. Dat had ook wel 6 of 7 kunnen zijn, hè? Ja, elke keer als we weer 1-op-1 liepen... Zaten wij met de verdediging even weer te stressen van waarom vliegt hij nou niet in. Maar de positieve kant is dat we wel kansen creëren. En wat vond je van VVSB? Had je ook door van hey, die ploeg die is al uitgespeeld, die doen het nergens meer om? Ja, maar elk nadeel heeft ook zijn voordeel. Misschien komen ze zonder druk hier en gaan ze lekker voetballen. Het was gewoon een goede ploeg en je moet gewoon scherp beginnen. En voor je het weet kan het ook mislopen, dus dat hebben we gedaan. Ja, weet ik, Glenn Kobus, hè? Ja, ik rijd met hem mee, elke zaterdag. En dan zit hij weer in de auto en dan vertelt hij, ja, mensen vertellen mij dat ik weer moet scoren. Maar ik ben gewoon een ballenverdeler. Maar ik zeg, jongen, als je nou gewoon in jezelf gelooft en deze week ook weer. Dus op de terugweg gaan we weer even lachen. Ja. Nee, zeker. En kijk je naar volgende week, hè? Want daar denkt natuurlijk iedereen aan. Deze wedstrijd is geweest. Volgende week de enige wedstrijd waar het nog echt om gaat. Lijfsbehoud, daar ga je dan om strijden. Wat verwacht je? Ja, ik verwacht onze geweldige fans weer langs de lijn en ik denk dat hun ook wel een paar fans hebben. Dus het wordt een mooie wedstrijd, maar het belangrijkste is dat we gewoon vanuit de concentratie moeten gaan spelen. En dan hebben wij genoeg kwaliteit om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Maar de wil zal er ongetwijfeld zijn, want... Zoals je ziet, elke week is die wil er en voor de laatste wedstrijd 100%. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.